Het CBB is in maart dit jaar begonnen met het maken van e-ID-kaarten. Na 8 maanden begint dit project eindelijk te lopen, zegt Dennis Menso, directeur van het CBB. Alle nieuwe projecten hebben te kampen met kinderziekten, zo ook het project e-ID-kaarten. Menso geeft aan met welke problemen het CBB geconfronteerd raakte aan het begin van het project. Flatacom, de buitenlanders, dus een stukje inzet. Ook onze mensen moeten een stukje inzet. En together gaan we. We hebben sommige mensen waren niet tevreden voor de foto's. Die worden gecorrigeerd. Maar een ander punt is ook dat we erg veel paspoorten hebben. We hebben er zoveel duizend gemaakt. Maar er zijn al een x aantal die liggen op de bureaus en die worden afgehaald. Wat wij nu doen, een stukje dienst naar die mensen, om ze te appen. Uw ID is gereed. En we hopen daarmee dat het vlot is. Dat is een persoonlijk bericht. En dat begint een beetje te lopen. We hebben een hele hoop die net zijn afgehaald. Menso zegt verder dat de procedure voor het maken van e-ID-kaarten verschilt van de productie van de oude geplastificeerde ID-kaarten. Wanneer die komt voor die persoonsgegevens, moeten die gecontroleerd worden. En alles moet goed zijn, juist en correct. En dan pas wordt het verstrekt. Dus u maakt het en u krijgt een afhaalbriefje. En daarmee komt u, want u moet gecontroleerd worden persoonlijk. Uw vingerafdrukken, dus het is een heel proces. En voor de controle, moet kijken uit het CBR-bestand. Die moeten dingen controleren. Je kan niet zomaar uitgeven dezelfde dag. Dus die dingen gebeuren vanuit die je niet dezelfde dag krijgt. Dus zijn van die kleine dingetjes, de communicatie, het afhalen. Sommigen blijven ietsje langer, omdat ook die processen moeten de mensen onder controle hebben. En we hopen, zeker volgend jaar, dat het sneller, veel sneller gaat. Trouwens, we gaan die richting elkaar op. Daar niet van. Want nu zijn we voor de opzicht van de bevolking. Want er zijn nog 35.000 die moeten worden opgehaald. Zelfs veel meer. Die liggen op de bureaus. Dus, en we moeten proberen het geheel land, dat je daar, waar je ook bent, dat je in de omgeving je EID kan maken. Dat is de bedoeling. Het moet bereikbaar zijn voor ieder. Waar de gedachte, het gaat een kort tijdspanne aangeven, maar het blijkt dat we iets meer tijd nodig hebben. Maar de intentie om iedereen je ID-kaart te verstrekken en eigenlijk ook te beschermen, je persoonsgegevens, dat doet je iets langer dan verwacht. Maar zo zijn er meerdere processen waarmee de overheid bezig is voor de bevolking. Zodat we uiteindelijk dienstbaarder kunnen zijn, gegevens sneller kunnen komen. En dat je op een gemakkelijke manier ook je zaken kan doen. Dennis Menso, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Wij spraken hem over de productie van de e-ID-kaarten.